Vandaag gaan we 24 uur leven als zwerver in Parijs. Dat betekent bedelen, op straat slapen en er natuurlijk uitzien als een zwerver. Dus eerst omkleden. Huh? Ik ben eigenlijk al dakloos. Probeer nog eens dan. Beter. Yes, top. Ja, we hebben eigenlijk wel even geld nodig. Ja, ik moet scheet laten. Ik heb scheet gehad. Dank je. Oké. Okay. Het is echt een zwerver ja, dit. Ja. Oh mijn god. Hallo. Wij zijn dakloos. Zouden jullie een paar cent over hebben voor ons? Eten? Zo, oh, dank u wel. Heel erg bedankt. Top. Nee, we moeten nog vier... Nee. Gadverdamme. Hey, we are homeless. Yes. Do you have a few cents for us? Thank you very much. Bye. Jezus Christus! We hebben 1 euro, jongens. Dit is recht zien, je kunt er gewoon niks van kopen. Dit gaat natuurlijk niet snel genoeg. Laten we opsplitsen. Gaan we alle drie bedelen. Oké, we gaan hier zitten. En even opschrijven. Money, dat heb ik nodig. Vraagteken. En ik zit hier alleen op een bankje in Parijs. You have some money? No, oké. Hij zegt dat we een hele bekende YouTuber. Hij heeft een vraagje. Yeah? Wij zijn zwervers voor een dag. Hebben we wel nog een paar cent zodat we eten kunnen kopen? Natuurlijk. Oh, echt. Geweldig. Nee. Dankjewel. Ja, kijk, dit is toch wel lekker, dit, hè? Als je maar op de foto kost het gewoon 5 euro, hè? Zo duur is het. Vreselijk type. Do you have some money for me? No. Hallo, ik ben dakloos. Hebben jullie een klein beetje geld voor mij? Dat is een lang verhaal. Het idee is, we zijn vier... Ja. Dus hebben jullie echt iemand voor jullie een beetje geld? Het hoeft echt niet veel te zijn. Je mag wel brappen. Ja, dat doe ik wel. Nou, in ieder geval heel erg bedankt. Dan ga ik weer door. Het gaat nog niet echt heel erg goed. You have some money? You have some money for me? Nope. Do you have some money for me? Nope. Do you have some money? Nope. Niemand wil mij geld geven. Ik vind het echt best wel jammer eigenlijk. Steve, oprecht, als ik naar de bord stil, kan ik meer bedelen. Do you have money for me? I am homeless. Thank you very much. Oh, sorry, I only have a few. Thank you. Thank you very much. Do you have some money? Do you have some money for me? Hello, do you have some money for me? Do you have some money for me? Ik vind het wel goed. Nou, dat was hem. Ja. Hoe ging het? Goed. Goed? Wie laat ons eens zien? Jij eerst. Hoi, oh, oké. Okay. Wat is, maar wat is dat? Wat is dat? Wat is dit? 4 euro en 1 Russische Russie, ja, dat is 1 gek 4 euro. Ja, en 1 Russische oké. Let op, hè? Ja. Ja, daar kunnen we ook mee. Wat heb jij? What the fuck? Kijk! 8 euro en 9 cent. Wait, yo. 12 euro en 9 cent. Plus 1 Russisch. Lekker, boys. Hé, er staat een schoen houden. Wait, yo. Ik wil hem! Lekker! Gadverdamme. Kun je hem verkopen? Oh, ik ga hem proberen verkopen. Do you want to buy this? No. 5 euro's. Oh, 10. 1 euro. 50 cents. Yes? Yes? Dikke deal, hoor, dit. Yo. Oh, thank you. Thank you very much. Bye. Steven, vraag je geld voor zometeen. Can we get a little bit of money because we are doing this challenge that we are homeless? Wow, really? You guys charge us head right now? Thank you very much. Oh, nope. That's very kind of you. Merci beaucoup. Thank you. 16 euro. 16. Ziek. Ik denk dat met z'n drieën samen zijn wij een sterk team. Ja, dat moeten we doen. We gaan het samen werken. Ja. Oké. Jel. Geld lussen we wel. Hey. We hebben dus al geld, alleen we willen meer geld. Dus geld fixen. Werken voor je... geld. Money. Money, we need money. We need money. We are homeless for 24 hours for a YouTube video. Do you have a little bit of money so we can buy food this evening? Yeah? Legend. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you. 2 euro en 10 cent. Wajo. Kunnen we hier niet iets kopen? Ik denk dat de mensen die daar zullen kopen wel geld hebben. Gaat die daar bedelen? Oh, wat kut. You have some money. You have some money. You have some money. Wat is dat nou? Hij wil echt weg. Hij wil echt heel erg weg. Ja. Hij loopt er echt bij, jongen. Ik heb die aan, he. Serieus. Yes. Helemaal weg. Ah, tering. Hé.
Nee, dat is mijn pet. Oh ja, sorry. Ik heb honger. Ik ook. Ja, ik ook. Hé, eerste levensbehoefte? Water. Water. Oh, oprecht, we hebben gewoon niks gedronken. Water en brood halen bij de supermarkt. Let's go. Let's see. Dit is alles wat we hebben kunnen halen voor 5,66 euro. Brood, koekjes, 3 flessen water. Hé, ook. Dat is echt triest, trouwens. Later that same evening. We willen eten bij de McDonald's, alleen moeten we even kijken of we genoeg geld hebben. Oké. Okay. 2, 3. A lot of boring math later. 13,33 euro en 1 Russische kroon. Is het gewoon echt een week. Maar morgen moeten we ook nog brood halen. Ja. Dus we moeten een beetje rustig aan. Rustig aan op het budget. Dit is letterlijk alles dat we voor 10 euro bij deze Mac hebben kunnen krijgen. Dat is echt heel zielig. Het was fucking duur. Een rap, wie wil hem? Nou, jij krijgt hem. Dankjewel. Ja, ik wil friet zelf. Oh, ik krijg een hamburger. Jij gaat lekker, hè? Ja, jij hebt lekker, hè? Hoe ben je er, Steven? Ik ga ervan genieten. Ja? Ja, ik ga er even. Jij, Floris? Dames, ik ga lekker slapen. Ja, doei. Teringlaai, hoor. Ga lekker slapen in een hotel. Daar zijn wij nog over, met z'n drieën. Dus als je gewoon oprecht een zwerver bent, dan heb je gewoon niks te doen heel de nacht. Slapen is niet altijd heel chill, dus dan moet je toch... Dus dan moet je toch iets gaan doen. Nou, dan ga je rondlopen en dan krijg je pijn in je voeten, want deze schoenen lopen als geen tering. Rustig. Hello, we are making a video for YouTube. We are homeless for 24 hours. But do you have a few cents? Few euros? Zelfs in de nacht kunnen we geld geven. We hebben niet heel veel. Kunnen we een beetje opschieten? Okay. Oh, thank you very much. Oh, that's... Oh, what the fuck? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. What the fuck? Wow. Merci. Thank you. Oh, merci beaucoup. Thank you. Bro, serieus. Ja, dat is echt 12 euro. De buit, ouwe. Doei, hè? Yo, doei, doei. Kijk dit. Wow. 2, 4. A lot of boring math later. 12,55 euro. What? Er liggen er meer hier. Er zijn er echt zoveel in Parijs, jongen. Dat is echt bizar. Oh, lekker bij liggen dan. Kijk oprecht hoe lijp het eruit ziet. Dat is echt ziek. Wauw. Nou, dan gaan we hier wat chillen. God, de hele nacht, man. Echt. We hebben een mooi uitzicht. Ja! Ja! Het is best ziek dit, hè? Ja! Ik wist niet dat dit een ding was. Hij gaat sneller. Hij gaat sneller. Zo. Zo. Nu gaan we naar de Mac. Dat nog geld over van de meiden. Heb je gehaald? Nou, broodje met kip. Prima. Ik ben blij mee dat we dat kunnen eten. Ja, is niet zoveel. Voor jou hebben we ook nog een rap, Steven. Later that night. Ja, slaap lekker. Wij houden de wacht. Oké. Ik kan ook niet slapen, want dan worden we gewoon gereept of zo. En Robin is ook gewoon lekker in zijn hotel. Zitten wij hier. Ze liggen oprecht te slapen. Hey, ik moet dus wakker blijven om op de spullen te letten nu. We zouden eigenlijk in shifts gaan werken, maar dat is niet geworden, want zij blijven gewoon slapen en ik blijf gewoon wakker. Maar echt, dan zit ik dan en val altijd bijna in slaap. Dat is zo kut, het is koud. Ja, echt, dat zwerven leven, dat is echt niks. Geen aanrader. The next melding. Goedemorgen. Mooi wakker worden, of niet zo? Ja, zeker. Ik heb honger. Ja, ik ook, jongen. Ik heb honger als de pest. Wat hebben we in bakker of supermarkt? Ja, wat we tegenkomen. Maar daar is een boulangerie of zo, heet dat. Dit is al het geld dat we nog hebben. 5,55 euro. Moeten we voor 3 man een bijtje verkopen. Bonjour. Oh, een pain à chocolade. 3 croissants. Een pain à chocolade. En 2 of this. Voor jou een croissantje? Yes. Steven krijgt een chocolade croissantje. Alsjeblieft. En jij krijgt nog een bolletje van 25 cent. Dankjewel. Hoe was de nacht? Ja, ik ben eigenlijk niet aan half geslapen. Ja, ik het niet. Dan reed ik een paar keer even flink politie langs. Ze allemaal kijken. Ja, ik hoorde allemaal... ook. Nou, ook allemaal kijken naar jullie, Wouter. Ja. Kom maar hoor. Kom maar hoor. Ja, kom maar hoor. Kom maar hoor. We hebben best wel goed gedaan qua eten. Ja, bedelen, gast. Die hebben gewoon nog prima kunnen eten met 0 euro. We hadden niks. En dan hebben we toch weer prima ontbijt. We hebben 24 uur overleefd als zwerver in Parijs. Vond u het nou leuk? Abonneer even op Krikel, like deze video en dan zien jullie weer volgende week. Doei! Houdoe!